De Samenloop voor Hoop heeft dit weekend meer dan 300.000 euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. In Emmen, Anne en Dwingelo liepen deelnemers 24 uur lang om geld in te zamelen. Veel van die deelnemers zijn direct betrokken bij de ziekte kanker. We lopen mee omdat mijn man een paar maanden geleden opgegeven had dat hij mee wou lopen. Maar helaas heeft mijn man heeft hij darmkanker gekregen met uitzaaiing naar de lever. En heeft hij helaas dit hele gebeuren niet meer mee kunnen maken. Is overleden. Voor wie steekt u een kaarsje op? Voor mijn schoonmoeder. Die is, even zien, anderhalf jaar geleden overleden aan deze vreselijke ziekte. En als je dan ziet dat al die kaarsenzakken voor nog zoveel meer mensen worden neergezet, dan raakt dat inderdaad wel behoorlijk. Leven, pak me beet en hou me stevig vast. Ik wil volhouden. Ik wil vol van je houden. Ik heb nog zoveel liefde te geven. Dan wil ik nu aan iedereen vragen om een minuut stilte in acht te nemen. In Emmen geeft Bram Koop vandaag het startsein voor de kinderloop. Bram heeft zelf een tumor in zijn hoofd en kan daardoor slecht zien. Ik vind het heel goed, want zo word je toch maar weer eens met de neus op de feiten gedrukt van wat kanker nou inhoudt en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Ja, want je hebt zelf heb je ook kanker, hè? Sinds 2002 heb ik een hersentumor. Die staat op dit moment stabiel. Maar ja, je weet natuurlijk nooit waar de toekomst gaat brengen. De organisatie van de Samenloop voor Hoop kijkt met een tevreden gevoel terug. Ik denk dat het een enorm succes is. Als ik zie de berichten op Facebook en Twitter die gedeeld worden, wordt met name de sfeer hier in Emmen heel erg geprezen. Eigenlijk een evenement om de zoveel jaar te herhalen.